Ladies and gentlemen, from Austria, taking part in his 12th World Championship, the former German dance master and the winner of the Champions League, the gentle Mezzo. Glimlach op het gezicht bij Fallon Sherrock gedurende beide opkomsten. Een grote glimlach op het gezicht van Mensur Suljovic al vanaf het moment dat hij gigantisch geboeid werd. Toen hij klaar stond voor zijn opkomst. En weer toen hij op het podium kwam. Het is een mooi begin. En we gaan dan zien hoe die wedstrijd wordt tussen de nummer 11 van de PDC-ranking. Mensur Suljovic. En de nummer 2 van de dames-ranking bij de BDO, Fallon Sherrock. De vrouw die geschiedenis heeft geschreven. De 25-jarige kapster uit Milton Keynes. En een hele goede dartster natuurlijk die... Zo'n beetje alle media ter wereld haalde. Die CNN haalde, die de New York Times haalde. Met haar overwinning op Ted Evans in de eerste ronde. 58. En de vrouw die ook liet weten... Op het moment dat ik mijn bril opzet om te gaan darten, dan is het menens. Dan heb ik alleen nog maar de focus op het bord. En laten we hopen dat het vandaag weer zo is. Dat we een mooie wedstrijd krijgen. Easy one. Er waren ook gemengde reacties van mannelijke collega's van Suljovic. Gary Price bijvoorbeeld, die zei, ze heeft niet gewonnen van een man, ze heeft gewonnen van een jonge jongen die het hele publiek tegen zich had. En Chris Doby bijvoorbeeld, die keek er weer heel anders tegenaan. Die gelooft er wel in dat Fallon Sherrock mensen Suljovic kan verslaan. Alles is mogelijk, het is drie pijlen tegen drie pijlen en Suljovic heeft ook niet de beste vorm van zijn carrière. Is het waarschijnlijk? Nee, het is niet waarschijnlijk. Als je gemiddelde en resultaten in een carrière naast elkaar legt, dan is Suljovic by far de betere speler. Maar ja, gedragen door het publiek misschien, is er van alles mogelijk. En inderdaad, wat je zegt, dat is het belangrijkste. Ik hoop dat Sherrock gewoon hetzelfde speelt ongeveer zoals in de eerste ronde. Dat is nog het beste wat ze kan doen. Want daar heeft ze met name indruk mee gemaakt. Ik ben niet zo van die hype. Dat een dame van een heer heeft gewonnen. Ik vind gewoon dat Fallon Sherrock als speler een hele goede wedstrijd heeft gewonnen. Doet dit iets voor dames? Oké, de exposure is gegeven deze week. Maar uiteindelijk helpt dat alleen Fallon Sherrock. En niet het hele damesdarten, denk ik.
Sujovic naar dubbel 9. Die gooit hij ernaast. Uruguay, 16 en bol. Voor Sherrock. En die mist ze. Betekent dat Sujovic terugkomt. Voor 2-8. Voor 2-8. Sujovic breekt meteen Fallon Sherrock in de eerste leg. Hij gaat gauw weer klaarstaan. Ja, hij probeert het publiek er zo snel mogelijk uit te halen en uit te houden. Dat had Evans in principe in de eerste ronde ook voor elkaar. Na de eerste set. Maar ja, daarna ging Sherrock echt beduidend beter spelen. Ja, en zij trok het publiek er als het ware weer bij. Maar je ziet echt aan Sujovic, maar dat wisten we ook al van tevoren, we weten dat hij dat kan. Zijn strijdplan is echt voorkomen zijn eigen wedstrijd spelen. 120. En alleen maar met zichzelf bezig zijn en nergens anders mee. Nou, hij heeft iets gedaan wat je bij Sujovic niet heel vaak ziet. Dat is ander materiaal gestoken. Andere vorm flights. Hij gooide altijd met die kite flights. Nu speelt hij in principe met een standaard model, weliswaar niet standaardmatig. Ik heb wel het idee dat het iets kleinere maat is, maar toch. Prima gemiddelde van Fallon Sherrock tegen Ted Evans, 91.12. Een van haar hoogste geregistreerde gemiddelden ooit. Niet het allerhoogste, want dat zat nog boven de 98 zelfs. Easy one. Easy record 140. Ze laat een betere finish over dan Sujovic. Sujovic gooit hem ook niet uit. Die laat wel tops over. Sherrock vanaf 120. Nu de triple erbij, maar die komt er niet. 16. As you require 14. Even on the second leg, and then this is Sudo. Third leg, Fallon to throw first. Game on. Dan mag Fallon Sherrock nog eens een poging wagen om nu wel haar eigen leg te gaan houden. 140. Dit is wel het fijn aan het spel van Fallon Sherrock. Als ze één triple erin heeft, dan volgt ze makkelijk met meerdere triples. 140. Ja, goed, wat er ook gebeurt, Sherrock heeft een aantal dingen in ieder geval voor elkaar. Ze heeft geschiedenis geschreven met die eerste overwinning, natuurlijk. Ze heeft sowieso al 15.000 Britse ponden verdiend. Dat is meer dan vorig jaar de wereldkampioene bij de dames kreeg. En ze komt terug op onze tv-scherm. Want ze heeft ook meteen een uitnodiging gekregen van Barry Hearn voor de US Darts Masters in New York. Dus ze houdt er ook nog een leuk tripje aan over en wat extra zakgeld. Kortom, missie geslaagd lijkt mij. 100. Sujovic juist met de eerste 180 van de wedstrijd. En die gaat voor triple 13 en dubbel 16. En laat nu tops over. 141, dat is een flinke finish. En die is te flink op dit moment. Voor Sherrock. 60. We missen hier 40. En dit is Sujovic op dubbel 10 voor de eerste set. 20. Hij maakt dan toch nog wat fouten. Geeft hij Sherrock de kans om zich terug te spelen in de set. En het publiek
ook weer terug te brengen in de wedstrijd. Weer naar de 16. En nu naar dubbel 9. Sherrock pint de dubbel 9. En straft Suljovic af voor de missers. Suljovic kon die dubbel 9, of wilde die dubbel 9 niet raken. Nee, maar goed, als je één pijl in je hand hebt, dan heb je niet heel veel keuze natuurlijk. Weinig keuze. Kan ze Suljovic ook nog breken? Suljovic die niet zo goed begonnen is aan deze leg. 95. En dat doet Sherrock iets beter. Ja. Maar we moeten vooraf nog over de vertragingstechnieken van Suljovic. Daar is nog heel weinig van te zien. Ik vind dat hij vrij snel aan het gooien is. En Sherrock heeft het ritme te pakken. Ja, ik vraag me af of hij tegen Sherrock wil vertragen. Het zou op een gegeven moment misschien best goed kunnen uitkomen. 99. In de leg van Suljovic, Sherrock als eerste op een finish. En hij heeft nu twee triples nodig om er ook op te komen. Die gooit hij niet. 58. 167 voor Sherrock. Daar heeft ze sowieso 6 pijlen voor. En wat voorlopig een uitstekende leg is. 36. Ja, ze weet hoe ze terug moet knokken. Hè? Want ze kwam tegen Abbots. 2 keer op achterstand in sets. Volt 31. Triple 20 is goed. Triple 13 voor dubbel 16. Ja, die is ook goed. Dubbel 16, Sherrock. Boom! 2-2. 131. Is een prachtige finish. Ja, en nu komt Suljovic toch in de problemen. En daar brengt hij zichzelf in. 88 gemiddeld staat hij te gooien. Dat is onder niveau. Onder zijn niveau. Sherrick zit er vlak achter. Sherrick is 2 à 3 op haar dubbels. Nou, dat was die eerste wedstrijd ook al goed tegen Evans. Toen was ze uiteindelijk 41%. 59. Ja, en kijk, nu is het publiek weer wel een factor. Hè? Zo snel gaat dat. Mis 3 pijlen op tops op 3-0. Deze set te winnen, niks aan de hand. En nu is er alles aan de hand. De eerste van Sherrock op een voor haar geweldig moment natuurlijk. En nu moet ze rustig blijven. 100. Maar dat zit wel goed. Ze zei er ook nog bij toen ze vertelde over het moment dat ze dan de bril opzet, dat ze helemaal verandert. Ze, ja, net als Superman die zijn cape aantrekt. Ik verander dan helemaal. Ik ben helemaal gefocust. En ze heeft nu wel even de tijd om die 164 weg te krijgen. Trippeltje nog meegepakt. Keurig, netjes na 12 pijlen op 70. En Suljovic moet het antwoord schuldig blijven gewoon. Zo simpel is het. Suljovic stond 2-0 voor in deze set. En hier is Fallon Sherrock. En die gaat naar tops en die gooit tops. En die pakt gewoon de eerste set tegen de nummer 11 van de wereld. Die nog steeds lacht. Maar is het als een boer met kiespijn misschien? Uit 4 dubbels, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, en ook, je zei ook al, ze lag bijna nooit en nu staat ze breed. Glimlachend bij elke pijl die ze gooit. Wij gaan snel terug naar de tweede set. Kan Sherrock dit volhouden? Het is de set van Suljovic en die is begonnen met een 100 scoren. 99. Sherrock een puntje minder.
Nog altijd bij de boekmaker Suljovic de favoriet. Maar de prijzen voor Sherrock zijn wel wat ingekomen. En ze staat op dit moment ook gewoon beter te spelen dan haar tegenstander. Standaard. Mag tegenwoordig. Mensura Suljovic. Ja, het is bijna gehaast wat Suljovic aan het doen is. En Sherrock gooit die triples makkelijk en blijft ze makkelijk raken. 98. Nou, het is toch een groot goed als je als darter 60. Inderdaad zo kan focussen als Sherrock dat doet. Ja. Het is onverstoorbaar. Ze gooit inmiddels weer boven de 90 gemiddeld. Dat is wat je wil zien. 60. Ja, en Suljovic staat gewoon 84 gemiddeld te gooien. Dat is gewoon slecht voor hem. Ik bedoel, wat de omstandigheden ook zijn, dat is niet goed. Evans, daarentegen, die zult gewoon goed spelen. 104. Dat is dubbel 16 over voor Sherrock. En die gooit ze er ook nog gewoon in. Iedere dubbel gaat raak. Alsof ze op een roze wolk woont. Nou, dan zou ze perfect passen. Met deze flights en dit shirt. 100. De roze dartswolk. Wat moet het leven daar heerlijk zijn, zo. Ja. Oh, dat hoop ik hem ook nog eens te bereiken. 105. Sherrock heeft dus nu behalve 131 ook 104 uitgegooid als 100 plus finish. Sherrock heeft 4 legs op rij gewonnen. Alsof het 100. Helemaal niks is. En de vorm die ze had op het kwalificatietoernooi, het Brits-Iers kwalificatietoernooi voor de vrouwen. Een van de twee kwalificatietoernooi die er waren, ja, die trekt ze gewoon door hier in Alexandra Palace. Dat toernooi was op 25 november. 280 voor Suljovic, Sherrock op 161. Zeg maar, jongen, wat gaat het makkelijk zeg. Maar nog 31 voor Suljovic, triple 20. Net eronder. En dus Sherrock vanaf 64. Om de break te verzilveren. Naar tops. Eén pijl. Ook weer erin. Ja, en de donkere wolken pakken ze recht samen boven het hoofd van Mensur Suljovic nu. Fallon Sherrock, 6 pijlen op een dubbel gegooid. 5 raak. Gemiddelde rond 92 nu. Onverstoorbaar. Toch is Suljovic normaal gesproken ook onverstoorbaar, Frank. Wij kennen hem toch ook niet dat hij... Nee. Maar wij... Hij zweet als een otter. We hebben nu James Richardson gezien, die bijna verloor van Mikuru Suzuki. Die, ja, daar kon je het ook aan afzien, hè, dat hij het er echt heel lastig mee had. Ted Evans hebben we gezien. En, ja, hij toont wat minder, maar wie weet wat hij zich allemaal afspeelt in het hoofd van de Oostenrijker. Ja, hij gaf vooraf ook al aan in diverse media dat hij er nerveus voor was, dat hij er niet naar uit was. Zijn management liet het ook weten. Denk ik, ja, waarom zou je dat nou zeggen? Dat strookt dan in, weer niet met zoals we Suljovic als darter kennen. Hij gaat naar dubbel 5, dit is ook gewoon een verkeerde beslissing. Waarom
als je tegenstander op 261 staat, waarom op 70 voor de triple 20 gaan? Ja, maar hij wil misschien even een beetje een goed gevoel krijgen. Ja, dat is wel best, maar dan kun je ook krijgen met triple 8 in de dubbel 8. 60. Dan kun je zomaar in de problemen komen. Hij kiest voor 2 dubbel 4. Dat is dan wel een wijs besluit, denk ik. En die gooit hij ook. Kan Fallon Sherrick deze leg houden? Dan komt ze 2-0 voor in sets. Ze begint goed. Ja, en gezien het spel van Suljovic tot nu toe, ben je geneigd te denken dat één triple per beurt genoeg is. Ja. Hoewel, Suljovic kan niet nog even wat meer. Ja, die kan één triple meer gooien. 27 internationale rankingtitels heeft ze op haar naam staan, Fallon Sherrick. 2 majors heeft ze gewonnen, beide dames allemaal. Maar ze maakt in deze week meer naam dan dat ze in de afgelopen 10 jaar bij elkaar heeft gemaakt met al die titels. Wat dat betreft is het natuurlijk een prachtig uithangbord voor damesdarten. Triple, triple. En niet de 280 van de Engelse. Maar ze heeft 6 pijlen voor 165 nu. Om Suljovic in gigantische problemen te brengen. 57. Geen triples gevonden deze keer. Suljovic mag de druk wel gaan opvoeren. Hij begint met een triple. En nog een triple erbij. En probeert de boel eraf te halen. Dat lukt niet helemaal. 108 voor Sherrick. Hij heeft al 200 plus finishes staan. Nou, het kan nog steeds. Triple 20 en dubbel 18. Maar geen triple 20. Suljovic 71. Hij moet, als hij iets in deze set wil, dit uitgooien. Want Sherrick mist geen dubbel op het moment. Natuurlijk is daar het publiek weer en dat maakt het niet makkelijker natuurlijk. 15 en bullseye. Het moet ook nog eens een keer op een moeilijke manier. Triple 15 is dubbel 10 in één beweging door. Suljovic probeert zich af te sluiten en dat lukt een klein stukje. Maar dat is wel lastig hoor. Dat is ook waar Evans uiteindelijk aan onderdoor ging natuurlijk. Het is niet zozeer dat ze dat af en toe doen in het publiek, maar de hele wedstrijd door. Je speelt echt een uitwedstrijd. 60. Hij heeft het wel in eigen hand, maar begint dan weer met 60. Maar dan gaan we er van de huur van ook niet meer over zeuren als er twee mannen tegenover elkaar staan en eentje wordt compleet weggeboet. Of wel? Nee, ja, ik vind het sowieso niet netjes, Frank, maar dat weet je hoe ik erover denk. Maar ik ga de wereld daar niet in veranderen. Nee, de wereld ik vind dat je moet juichen voor je eigen speler. Ik vind dat je boel mag roepen tijdens de walk-off. Vind ik allemaal prima als gimmick. Als twee mannen of een vrouw en een man of twee vrouwen op het podium staan, dan moet je gewoon respect hebben en je mond erhouden. En de dartwereld is ook niet te veranderen wat dat betreft. Nee, dat is echt de laatste 15 jaar gewoon echt anders geworden. Het hoort allemaal bij het circus. Weer zitten we in een vijfde leg. Weer is er iemand teruggekomen van een 2-0 achterstand. En heeft de stand gelijk getrokken. 60. Deze keer Suljovic. Nou, langzaam maar zeker gaat hij wel beter spelen, Suljovic. En dat is natuurlijk het eerste vereiste, als hij wil winnen. 71 over, dat ging in de vorige leg uit. Heel moeilijk toen, nu kan het makkelijker via triple 13 en dubbel 16. Even de grip pakken op de pijl. Dan gaat het publiek alweer, 18 en tops. En nu pakt hij tops wel, zoals in de eerste set Suljovic 2-0 voorkwam en die set verloor, is het nu Fallon Sherrick die 2-0 voorkomt in de set.
Ook zij verliest hem. Het wordt een hele spannende set. Wij gaan snel weer terug naar Ellie Pelli. 18. Ja, en Sherrick heeft dus tegen Evans laten zien dat zelfs een 2-8 in stand in sets niet het einde hoeft te zijn van haar eerste WK bij de PDC. Maar wie weet, 100. Misschien komt ze wel 2-1 voor. Als Suljovic goed wil presteren, dan moet hij toch wel zichzelf een beetje zijn. Dat is hij dus niet. Het wordt totaal ook wel terecht aangegeven. Het is moeilijk, hè? Ook Price zagen we tegen Suzuki op de Grand Slam. Dan is ook Price zichzelf niet. Ja. 120. Je weet ook dat als Price wel zichzelf is, dan krijgt hij natuurlijk weer een storm van kritiek over zich heen. Omdat hij geen respect toont ten opzichte van een vrouw. 100. Dat maakt het, vind ik, ook lastig om mannen en vrouwen tegen elkaar te laten spelen op WK's. Ja, maar hey. Ja. Maar hey. Ze spelen wel tegen elkaar. Hey, precies. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ze op een gegeven moment zo goed worden dat ze ook gewoon via de Tour zich plaatsen voor het WK. Ja, maar dat is echt nog heel ver weg. Want ja, dan moet je dus ook gewoon 2 jaar de Tour spelen buiten het damescircuit om. En hoe ga je dat financieren? Als je al een tourkaart haalt natuurlijk. Dus dat is echt nog wel toekomstmuziek. Ik ben ervan overtuigd, dat heb ik al eerder gezegd, dat dames op eigen kracht gewoon moeten zorgen dat ze sterker worden. En je wordt alleen maar sterker door betere wedstrijden te spelen. Sherrock gaat naar de bullseye toe. 122 gaat niet uit. Zullen we het voor de rest gewoon weer hebben over deze wedstrijd tussen twee darters? Nou, ik vind het op zich wel interessant. Want kijk, ze genereert natuurlijk heel veel aandacht voor damesdart op dit moment. Maar wat doe je ermee hierna, na dit toernooi? Dan moet je dat eigenlijk doorzien te halen. En ik heb al eerder gezegd, zolang je dameswedstrijden, en dan heb ik het over wedstrijden dames-dames, tussen herenwedstrijden doet, dan komen de dames er in 98% van de gevallen altijd bekaaid vanaf. Omdat het niveau gewoon minder hoog is en omdat er minder passie zit in die wedstrijd. Op de een of andere manier vinden ze elkaar, althans het idee heb ik, allemaal veel te aardig. Dus er zit weinig strijd in. Er zit geen Gerwin Price tussen. Maar als je nou die dames er allemaal, als ze goed genoeg zijn, uithaalt en die op in een WK van de heren 1 dag hun WK laat spelen, dan heb je alleen maar dameswedstrijden. Vergelijk je dames met dames en denk ik dat je er beter uitkomt. En ik denk zeker met dit in gedachten, dit toernooi in gedachten, dat je dat ook kunt vermarkten op dit moment. Maar dan moet je dat wel durven. 45. Sherrock verloor de eerste leg aan Suljovic. Ze werd gebroken. Dat betekent de vierde leg op rij voor de Oostenrijker. Zelf had Sherrock er 5 op rij gewonnen. 100. Nadat Suljovic begon de eerste 2 van de partij naar zich toe te trekken. Dus het is weer zo'n wedstrijd die in fases verloopt. Van Suljovic hier nu zijn break verzilveren. Hij staat er wel 130. Goed voor natuurlijk wat dat betreft. Het publiek is stil. Die zijn er even uit. Natuurlijk omdat Suljovic 4 legs op rij heeft gewonnen. 60. Major Quan 65. Single ball in tops. Dat is wel de bedoeling. Single ball. Dubbel 15 moet het dan worden. Die gooit hij aan de binnenkant. 15. Maar hij mag nog een keertje terugkomen. Sherrick kan er weinig druk op zetten. En Suljovic, net als in de eerste set. 2-0 voor. Ja, kan Sherrick dan nog eens een kunststukje op de bühne brengen. Nou ja, goed. We hebben het al eerder gezegd over Sherrick. Het is een beetje aan of uit. Het is of heel goed of heel slecht. Er zit niet veel tussen. Zoals ze nu weer zo'n fase kan vinden waarin ze die triples makkelijk vindt, dan kan het ook heel snel weer aan zijn.
Kijk, en ze pakt nu weer die trippers met de eerste pijl. Daar heeft ze pech. 117. Maar net zo makkelijk naar de triple 19. Tweede pijl werd afgeremd door de eerste. 57. En Suljovic is ook geen briljante WK-darter tot nu toe gebleken. Maar best wel veel historie op het WK. 58. Want het is al zijn 13e wereldkampioenschap waar hij aan bezig is. 12e bij de BDO. Bij de PDC, sorry. Maakte ooit zijn debuut bij de BDO. In 2002, daar won hij 1 wedstrijd. Van Vincent van der Voort. 14. En daarna duurde het 6 jaar voordat hij terugkwam bij de PDC. Vanaf 2008 is hij er op 2013 na altijd bij geweest. Maar voorbij de laatste 16 is hij nog nooit geweest. En dat valt dan toch wel weer tegen. Voor een man die ook grote toernooien heeft gewonnen. Maar het setsysteem, misschien is het dat. Ligt hem gewoon niet zo. Tops voor Sherrock. In een leg waarin Suljovic onzichtbaar is. En het is 2-1. En dan komt er nu weer die belangrijke vierde leg aan. Die tot nu toe heeft beslist over wie de set wint eigenlijk. 96. Zie je, weer, dan heeft ze die eerste pijl goed en dan blijft ze die eerste pijl goed spelen. En dan kan ze heel veel. En dan kan ze ook dus weer de druk op Suljovic opvoeren. Haar moment supreme in die vierde leg van de eerste set was die 131 finish. Nu begint ze met een 180. 16. En nog één erachteraan. Hij zou het dak er nog even echt af wil hebben en nog echt even wat geschiedenis wil schrijven. Dan verhoog je die 131 nog even met 10 punten. Dat net niet, maar het scheelt niet heel veel die eerste pijl. En ze staat al 9 pijlen op 41. Suljovic gooit ook een goede leg. Ja, hij is toch ver weg. Nou ja, ver. 141. 105 nu, komt hij er nog aan toe? Nee hoor, hij wordt weer gebroken in de vierde leg. 11 darter van Sherrock. Dat is heel knap op dit moment. En dan mag Sherrock zelf beginnen aan de vijfde leg. Het scoreverloop is identiek tot nu toe aan dat van de eerste set. 70% op haar dubbels. 50% van Suljovic is natuurlijk ook... dik in orde. Nu gaat het publiek zich er ook weer mee bemoeien. Nou, dat is het, hè. Sherrock is het wel echt, als het raak is het wel echt allemaal raak, hè. Sherrock haalt weer dat gemiddelde dat ze ook in de vorige wedstrijd haalde. Nu moet Suljovic tonen dat hij niet voor niets de nummer 11 van de wereld is. Hier moet hij even de spierballen flexen. Nou, dat heeft hij toch al 2 beurten gedaan. Dat is wel goed van Sherrock, hè. 100. Ze is wel het initiatief kwijt, maar nog zeker de leg en de set niet. Want kijk eens, die pijl slaat linksaf voor Suljovic. Dit herstelt hij goed met een triple 20 en een enkele 5. 136 voor Suljovic. Wat kan Sherrock overlaten? Weer die eerste pijl, smack bam in de triple 20. En de tweede erbij en de derde er net onder. 136 Suljovic, 101 Sherrock. Eerst de gentle. Triple 16 gaat hij voor om zijn favoriet over te laten, maar dat lukt niet. Hij laat wel tops over en Sherrock 109.
Ja, ze kan alles deze week, dus waarom dit niet? Triple 15 voor dubbel 18. Nee, dit dan net niet. Maar ja, Sujovic stond in die eerste set ook op tops met drie pijlen in de hand. Toen gooide die mark niet. En ik hoor het publiek, ja, daar gaat het publiek weer. Dubbel 10 voor Sujovic. Dubbel 5 voor Sujovic. En nu stapt hij terug. En dan wordt het heel moeilijk. Sherrock wacht rustig af. En Sherrock krijgt drie pijlen op dubbel 16. Om ook deze set weer na een 2-0 achterstand naar zich toe te trekken. Fallon Sherrock op 2-1 in sets. Ik zou de beide spelers willen aanraden om niet meer op een 2-0 voorsprong te komen in zo'n set. Dat is een slecht voorteken geweest. Elke keer weer. Wat blijft ze cool, zeg. Knap hoor. 8 uit 11 op de dubbels. Het hoogste gemiddelde van Fallon Sherrock op tv is 94,22. Daarna die 91,12 van dit WK tegen Ted Evert. En nu zit ze op 92 en een beetje alweer. Ze speelt gewoon ook de beste darts uit haar carrière. En dan is dit wel het moment om dat te doen natuurlijk. En ze blijft ook heel steady op de 92 zitten, al de hele wedstrijd eigenlijk. Nee, ze blijft die pijlen aan elkaar kleven. Als er één trippel in zit, zit er eigenlijk twee trippels in. En dat is wel ongelooflijk knap onder deze omstandigheden. 99. En weer de eerste pijl, boom erin. Het is de leg van Sujovic. 97. Hij heeft zoveel druk te verduren. 20 gegooid, nog een enkele 20 voor tops. 60. Maar hij krijgt het niet meer voor elkaar. Het publiek zit in zijn hoofd en dat merk je aan alles. En Sherrock gaat naar dubbel 18. En naar dubbel 9. In het hoekie. En nu weer 4 legs op rij voor Sherrock. 2-1 voor in set staat ze en 1-0 in legs. En ze zit op een roze wolk. 4 keer 180 voor haar. 9 uit 13 op de dubbels. Nog altijd 69%. Benieuwd wat, stel dat ze wint hier, wat Gavin Price dan gaat zeggen. Dit is geen jonge jongen waar ze tegen staat te gooien. Nee. Wel iemand die ook het hele publiek tegen zich heeft. Ja, dat heeft iedereen die tegen gaat gooien nog. Als er nog meer wedstrijden komen natuurlijk. De volgende is ook weer een jonge jongen. Want de winnaar van deze partij speelt tegen Chris Dolby in de volgende ronde. Als het zo weer komt, ik ben heel of Dolby dan ook vindt dat ze ook van hem zou kunnen winnen. 81 voor Mensur Suljovic. Begint met een 2, nee ja, weer, zodra het publiek aanslaat, slaat hij uit. Hij gaat tops overlaten. 98 voor Sherrock. Triple 18 voor dubbel 12. Het zit er allemaal vlak onder. Sujovic komt terug voor tops. 40. En je hebt bijna het gevoel dat je dit moet gooien, anders ligt hij gewoon uit het toernooi. En hij zet de eerste er vlak boven, dat is niet handig voor hem.
Maar gooit hem er toch langs. Dan heft hij zijn handen ten hemel. Alsof hij wil zeggen, waarom doe ik dat nou niet gewoon in die vijfde leg van de vorige set? Of in die derde leg van de eerste set? Ja, als het maar zo makkelijk was, hè. Nou, we kunnen gelijk ook kappen met de scorebordjournalistiek. Nog altijd, en dat is toch wel opmerkelijk, is Sujovic de favoriet volgens de bookmakers. Het is voor het eerst 1-1 geworden in een set. We wijken af van de gebaande paden. Nou, de bookmakers, zijn dat mannen meestal? 99. Geen idee. Nou, 95 gemiddeld toch wel, hè, voor Sujovic. Ja, maar het is geen 95 met kracht. Nee, een 95 waar Sherrod dan 3 puntjes achter zit en dus gewoon haar kansen krijgt. Nou ja, eigenlijk is Sherrod de baas op het podium. En dat zou je niet verwachten tegen een ervaren man als Sujovic. 58. Maar misschien is er ook wel geen enkele ervaring die je hier kan helpen. Vincent zei het al aan het begin van de wedstrijd. Dit heeft Sujovic natuurlijk nog nooit meegemaakt. 80. 164. Hij krijgt wel 6 pijlen van 164, mensen als Sujovic. En dus lijkt wegzetten het beste wat hij kan doen. Gewoon, hij gaat voor de bullseye. 139. Ja, ik weet niet of dat zo verstandig is. Ja. Hij bepaalt het zelf. Hij maakt toch een paar vreemde keuzes ook in deze wedstrijd. Dat zal misschien alles met de druk te maken hebben. 25 voor de Gentle. Eén pijl over. Hij gooit hem aan de binnenkant. Het publiek begint weer en dan is hij weg. Hè? Oh. Van het Sherrod gaat nog een keer die Shanghai 20 proberen. Daar kan ze niet meer bij die triple 20. Bullseye, bullseye, doe het maar. Nee, ze gaat lopen, dan gaat ze proberen die triple 20 te raken. Ja, ze raakt hem ook. Dan maar tops! Dat scheelt heel weinig. Dubbel 4 voor Sujovic om zijn eigen lek te houden. Dubbel 2. In het uiterste hoekje. Alles gaat moeizaam. En maar weer verontschuldigen. Ik heb Sherrod zich nog niet één keer zien verontschuldigen. Als ze een dubbel gooiden. Zeg, als Van Sherrod hier op 2-2 komt, hè? Wat voor een vijfde lek krijgen we dan? Dan kunt u zich wel iets bij voorstellen, denk ik. De finishers van Sherrod zijn fantastisch geweest tot nu toe in dit toernooi. En daar heeft ze heel veel legs op binnengehaald. Maar haar tegenstanders toch wankelen vaak. Sujovic gooit er ook even geen trippels in. Initiatief blijft ruim bij Sherrod. Die nog even op zoek gaat naar een triple, maar niet vindt. Wel een finish, maar dat wordt dan een hoge. Sujovic ook naar een finish. Oh, die laatste slaat nog even rechtsaf.
Dus blijft 155 voor Stojovic staan, 164 voor Sherrock. Die is al begonnen met triple 20. Geen triple 18, maar de uitgangspositie is uitstekend. 155, Stojovic. Gooit hij niet uit. 60, Fallon, you require 68. Kan al net onder de 100 komen. Sherrock 68. Sherrock 48. Sherrock 32. Sherrock 0. Die dubbel 16 gooit ze echt met de ogen dicht. En dan is dit de leg die Sherrock de zegen kan brengen. Hij wordt wel begonnen door Stojovic. Maar die begint hem slecht. Kansen voor Fallon Sherrock. 25 jaar uit Milton Keynes. 55. En Stojovic vindt geen trippels. Kan Sherrock dat dan als eerste gaan doen? Ja, de eerste is daar. 100. Hij wacht even, Stojovic, totdat Sherrock weg is. En daar is het publiek weer. En weer een pijl in de vijf getrokken. Het gaat vreselijk in zijn armen zitten. Ja. Hij verkrampt helemaal. En hij wordt er behoorlijk mismoedig van. Sherrock kan er weer overheen gaan jojoen. Ja hoor. Ja, die vindt de trippels makkelijker op dit moment dan de tegenstander. Voor de radioluisteraar, Stojovic 307 met wat hij er nu afhaalt. Sherrock staat op 246. Dit wordt wel een goede visite van Stojovic. Het is een maximale visite van Stojovic. En oh, wat had hij die ook nodig. Wat kan Sherrock? Triple nodig, maar niet gegooid. Hij heeft 6 pijlen voor 127. Hij moet er dus eigenlijk gewoon niet voor gaan. Niet voor de triple 19, maar hij doet het wel. Oh, wat is dat ook weer een... Ja, je ziet het, hè. Hij verkrampt helemaal halverwege zijn worp. Hij heeft nog een goede laatste pijl nodig. 48. Sherrock, goed wegzetten. Oh, daar gaat nog meer druk op komen voor Stojovic. 186 Sherrock. Komt ze er nog voor terug of maakt Stojovic gelijk? 2-2 in sets. Triple 19 voor de Oostenrijker. Niet gegooid. 20 en tops. Hij krijgt 1 pijl voor tops. De dubbel die hem niet gunstig gezind is geweest deze wedstrijd. En ook nu weer niet. Hij gaat gewoon een 5. En dan gaat Sherrock een matchdart krijgen. Als ze binnen de vlakken blijft, gaat ze nog een keer geschiedenis schrijven. Triple 18. Niet gegooid. Maar in die 18 blijven. En dan naar Bullseye. Fallon Sherrock doet het. Ze pint de Bullseye. En voor de tweede keer op rij wint ze een wedstrijd op het WK van de PDC. Het sprookje van Fallon Sherrock duurt voort. Ze kan het niet geloven. Maar Fallon, het is echt waar.